Dat is een lekker blok van Mike Bauer. Het was net Powell die het schot nam. Ik was even in de war met... Hoge post. Hier gaat hij 1 tegen 1. Dit is het spelletje waar hij goed in is. Hoor. Lijkt een beetje ego, maar het levert veel punten op. Twee punten voor Cameron. En een kleine voorsprong voor Rotterdam. Bal over de kop via Post weer naar Kroes. Eigenlijk moet alles bij Kroes en Moulin vandaan komen. Een drietje van Kroes en daar is hij. Ja, je had het al gezegd. Leven is gevaarlijk. Kijken hoe het nu verdedigd opgepakt wordt. Caleb inderdaad op Kroes. Hoog blok. Bal naar buiten naar Ewusho. Mist de drie punten. En daar gaan we weer. Ah ja, die bal kwam direct naar Cameron. Cameron Post met de fout, wordt niet gefloten. Dat had toch een N1 kunnen zijn. Ja. Verdedigd door Caleb. Ja, die duwt hem naar de geblokt. Achterlijn. Ja. Kan voorkeur die kan helpen, maar die Kroes die kan schieten zeg. Eén stapje te laat en je bent gezien hè. Kroes heeft er al twee drietjes in zitten, dat zijn zes punten. Die is daarmee topscorer van de wedstrijd. Goeie spacing bij Feyenoord. Ook voor drie. Daar is Caleb. Ja, lekker hoor. Hoe kwam die Feyenoord ineens vrij joh? Cameron heeft er al zes punten in liggen. En de steal voor Feyenoord. Maakt hij een dunk? Yes! Lekker hoor. Geweldige steal van Caleb Feyenoord. Gaat er gelijk vandoor en een prachtige tweehandige slam. Ja, daar krijg je het topsportcentrum wel mee op de bank. Ja, het is volle bak. Ik zie hier zelfs de tweede ring helemaal gevuld. Geweldig blok van Maido. En dan gaan we weer. Hij gaat erin. Hoog blok, Maido. Pick en roll. Nee, jawel. Ah, jammer. Balverlies. Bal naar Cruz. En die legt hem makkelijk in. Uitgekomen. Het is zijkant Feyenoord geweest. Cameron zoekt. En boem. Ja, keurig. Lekkere actie van Toons. Powell kan de bal niet kwijt. Nog 3 seconden op de schotklok. Ja. Cameron in een noodschot en raakt. Een paar leuke stops maken voor de rust zou leuk zijn. Deze gaat in ieder geval mis. Mike Bauer met de rebound. Feyenoord wilde de bal hebben, maar kreeg hem niet. Cameron zoekt de drukte op. Goeie inside ball van Maido. Gaat hij nu zoeken naar iets wat hij niet kan. Maar wat hij wel goed kan zijn drietjes schieten. En deze is ook weer raak. Hij heeft maar weinig nodig. Ja. Naar voor elkaar, 1 tegen 1. Zo, volgens mij wordt hij op zijn handen geslagen. Ik hoor het hier. Ja, ik hoor hem hier ketsen. Blijkbaar zijn wij de enige. Blokt daar een dunk zeg. We hebben wat problemen met een van de camera's die niet de goede kleuren geeft. Ja, nu weer Krebs. Een actie van Cameron die veel te knap, ver doordruist. Liefst met een dunk. Onder het bord mist. Bijna de steel pakt op de weg terug. En nog een keer een makkelijke score. Ja, en dan moet je nog een time-out nemen. Dus echt zonder naar dit. De time-out. Onvoorstelbaar. Ja. Ah, dit is zonde. De fout van Fiber. Dat is de derde. Ja, Frits die scoort nu. Ja. 43-39. De eerste punten zijn voor Feyenoord. Jeetje, die Kroes. Kroes, die laat ze echt. Dan gaat Ewusho weer. Nu staat Cameron weer op Ewusho. Ze wordt toch wel behoorlijk geroteerd. Ja, ze hebben toch gekozen om Ewusho nu op de 1 te zetten. Positie ze daar gebruik van kunnen maken. Drive van Cameron. Kickt hem uit naar Powell. En ja, daar is de aansluiting weer. Wat informatie gaan krijgen over de stats. We gaan eens eerst rustig bekijken voordat we jullie gaan informeren. Ja, Powell maakt zich te moeilijk op die achterlijn. Maakt voor Cameron niet zo heel veel uit, maar het kost wel enorm veel tijd. Powell naar het bord. Ja, eigenlijk sterk naar binnen, maar de bal werd net aangeraakt voor het blok. Ja, en daarmee staat Feyenoord onderaan in de lijst. Maar dat geldt voor Den Helder ook. Ja, slam dunk van Ewusho. En ruimte creëren. Bal weer bij Ewusho. Ja, daar moet het nu vandaan komen. En daar gaat hij weer. Nu onder de basket door. En, wellicht zou het ook helpen als het topsportcentrum er nog wat meer achter zou staan.
stops maken. Vooral wat initiatieven voor defense. Maar... Kroes alweer. Kroes komt op 22 punten. Deze aanval niet. Dan gaat Cameron weer. Houdt met één hand Moula af, maar maakt wel die lay-up. Oeh, bijna lopen. Powell alweer voor de drie. Alweer vanuit de hoek. Ja hoor. En weer uit. Dit moet natuurlijk de start Powell zijn van de een comeback. Powell moet scoort niemand. Kijken of de Moula switch wil komt. De bal die hebben. Gaat daar niet vandaan schieten. En daar gaat Kroes. De Kroes. Hij had moeten switchen. Het is onvoorstelbaar. Hij maakt die drie gewoon. Onvoorstelbaar. Bal in de lage post naar Kroes. Ja, dan... En de fout. Is het een ongelooflijk vijfde fout van... Cameron weer naar binnen. Powell had moeten schieten. Gaat ook weer naar binnen. Ja, die wil die bal op Toons geven. Die staat helemaal niet klaar voor een directe vastbreak. Feyenoord kan overnemen via Cameron. En daar gaat hij alweer. Ja, Feyenoord moet forceren. Cameron Feyenoord voor drie. Moet drietjes schieten. En die gaan er ook in. Cameron is degene die het gat verkleint naar 10 punten. Geert uitermate slordig. Nou zien we toch een raar fenomeen dat Kroes ook kan missen. Ja. Blijkt toch een mens te zijn. Cameron daar weer 1 tegen 1. Raak. 8 punten nog. 64-72. Ik kan niet meer met de tijd spelen. Ja, goede drive van Evouchou. Maakt ze in ieder geval niet. Dus dan hebben wij in ieder geval nog kans om... Kijken of we bij kunnen komen. Vijber voor de drie. Dat is één. Kroes gaat zoeken. Gaat de tijd uitspelen tot de 5 seconden. De komende 5 seconden gaat hij naar binnen. Linkerhandje. Die is ook nog raak ook. Komt hij op 32 punten. De lengte van Toens. Hij legt die bal er gewoon overheen. 10 puntjes. Daar is Cameron weer. Kijk. Mooie assist op Toens. En die scoort. Bal weer bij Tram. Nou, dat is prima. En Kroes, ja, dat is... Unstoppable. Geen verrassing meer. Ja, en als je er drie drietjes in moet schieten, had deze erin gemoeten. Ja. En dan gaat Den Helder de klok een beetje langzaam uitspelen. Ja. Nog 5 seconden op de schotklok. Ja. Feyenoord heeft wel de rebound. Bal naar Powell. Spin dribbel. Schot. Maakt die score. De kaart zijn te verkrijgen... Via de website van FeyenoordBasketbal.nl komen er straks nog 2 interviews. Eentje met Paul Vervaak, de coach van